Robiette, want ik zag vandaag, ik zag het al verschijnen online, hè, luchtkastelen gebouwd op drijfzand. Nu moet ik wel zeggen, in de jaren mijn leven dat ik politiek volg, is het natuurlijk altijd zo dat als een regering een plan, of in dit geval hè, de leiders van de partijen die de regering moeten vormen, een plan presenteren, dan is de oppositie, schreeuwt altijd moord en brand en het is altijd verschrikkelijk en het einde van de wereld. Zit er iets in waarvan je denkt, hey, constructief gedacht, daar kan ik misschien iets mee? Eén punt daar te noemen. Hè. Er zit op het gebied van democratie zit een aantal voorstellen in waar ik wel interesse in heb. Hè. Hoe kun je die democratie versterken? En een idee van Hans Velbrief, het recht om te vergissen, wordt ook genoemd. Dat je als burger, als je een keer een fout maakt, dat de overheid niet meteen achter je aankomt. Dat vind ik een hele verstandige. Zoals die toeslagenaffaire heeft laten zien. Dus alles wat de komende jaren aan verstandige voorstellen dat het kabinet komt, daar gaan we ook constructief naar kijken. Maar heel eerlijk, ik had vanochtend heel vroeg de wekker gezet. Ik dacht gisteravond, ik ga nu maar een keer naar bed, want het komt maar niet, dat akkoord. En ik zat het te lezen om 5:30. En ik denk, ja, zo meteen komt er vast nog wel een bijlage waar dan de echte keuzes staan. Maar ja, die zat er ook niet bij. Dus ik vind het eigenlijk hele mooie woorden. Daarom noemde ik ook luchtkastelen. Want er staan allerlei beloftes in waarvan ze volgens mij alle vier nu al weten, die gaan we niet waarmaken. Het heet ook een hoofdlijn. Ook. Nou ja, maar toch, je kunt op hoofdlijnen wel hele harde keuzes maken. Zodat je in ieder geval richting geeft aan het kabinet dat er komt. En we hebben een oorlog in Oekraïne en Israël. Een klimaatcrisis die ons in de ogen staart. Okay. Kinderen in Nederland kunnen niet lezen en rekenen. Dus dan verwacht je dat er een kabinet komt dat daar echt even lekker op gaat doorpakken. En maar dat daadkracht ontbreekt echt volledig.